Minister Silvano John Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu zegt dat zijn departement al een traject heeft uitgezet om de uitstoot van giftige stoffen zoals kwik te verminderen. Hij sprak journalisten vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraadvergadering. De bewindsman merkt op dat hij gisteren een informatiesessie heeft afgewerkt, maar de ernst van de uitstoot van de giftstoffen andermaal moet benadrukken. De gemeenschap moet namelijk snappen waar die aan toe is, zegt John Ahin. Gisteren hebben wij van het ministerie van Ruimtelijke Ordening een meeting gehad met de grootverwerkingsbedrijven. We hebben ze de resultaten van het onderzoek hebben we getoond. Het onderzoek is gedaan door wetenschappers. Het is ook niet voor het eerst gedaan in Suriname. Ik denk dat het duidelijk moet zijn voor iedereen dat de uitstoot, de emissie van kwik vanwege goudverwerking, zeker in Paramaribo Noord, dat het ver boven de norm is, echt 1000 maal of meer boven de norm. Het is een hele gevaarlijke situatie. We hebben de mensen uitgenodigd om met ze te praten en we hebben ze ook aangegeven, de technische mensen hebben aangegeven wat ze zouden kunnen doen om de uitstoot te verminderen met 80%. John Ahin zegt verder dat er onderzoek is gedaan naar hoe de uitstoot van giftige stoffen verminderd kan worden. Bij het onderzoek is ook meegenomen hoe een vermindering van zeker 80% gerealiseerd kan worden. Wij van het ministerie, wij verplichten de goudbedrijven niet om welk filter, hoe heet dat, apparaat ook dan ook aan te schaffen. We hebben geen voorkeur uitgesproken, we hebben alleen gezegd dat er veel meer equipment ingezet moet worden om de uitstoot terug te brengen. Hoe ze dat doen, dat laten we aan hun over. De mensen hadden gevraagd om een stukje begeleiding, dat hebben we geprobeerd te doen. Ja, maar zij moeten zelf kiezen hoe ze die uitstoot terug willen brengen. Dus niemand is verplicht om 9000 of 8000 of hoe, welk bedrag dan ook, om dat uit te geven. Men moet ervoor zorgen dat men equipment heeft om de uitstoot te verminderen. En laten we even eerlijk zijn. In andere landen zou er eigenlijk onmiddellijk moeten worden ingegrepen. Als er ook in Suriname ingegrepen zou moeten worden, zouden alle werkzaamheden in de sectoren waar de uitstoot van giftige gassen en stoffen plaatsvinden, moeten stoppen, zegt John Ahin. Hij stelt verder dat er een oproep is gedaan aan mensen in deze sector om gevoel voor hun medemens te hebben.